Ja, dit is een schilderij, een van de vier evangelisten door Ter Brugge. Dat zou je nu in Londen, New York en Washington graag in museum willen zien. De eerste Ter Brugge's in Nederlands bezit waren in Deventer. Hij is de belangrijkste navolger van Caravaggio in Nederland. Dat is een Utrechtse schilder. Kun je afvragen hoezo Deventer. Zijn zoon woonde daar. En het mooie is dat Ter Brugge's kinderen, dat waren er vier, kregen elk een evangelist. En elke keer als een kind sterft, laat het zijn evangelist na aan een van de kinderen die nog evangelisten heeft. Tot ze alle vier weer compleet zijn bij de langstlevende Richard, een jurist die in Deventer woonde. En die moet hebben bedacht, ik wil die schilderijen altijd bij elkaar blijven. Als aandenken aan mijn ooit beroemde vader, die toen tamelijk vergeten was. En hij wil ze schenken aan de stad. En dat is het begin van het Deventer museale bezit.